Als je vader in de gevangenis zit, ben je dan net als hij even crimineel? Want ja, zo'n vader, zo'n dochter, toch? In Stereotypisch zoeken we uit hoe het is om een kind te zijn van een gedetineerde. Vandaag bezoek ik Annalinna en haar vader, want die zat namelijk hier in de bak. Toen Annalyn 15 jaar was, werd haar vader thuis gearresteerd. Hij werd verdacht van een financieel delict. In de volksmond ook wel witwassen. Annalyn, jouw vader is op een bepaald punt in aanraking gekomen met justitie. Is opgepakt. Hoe gingen die arrestaties? Ik zie mezelf nog steeds precies staan waar ik ook stond. En ik zie nog steeds mijn vader achter in de tuin staan. En ik voel nog steeds mijn moeder naast me staan die zegt... Ze komen alleen maar even kijken of papa zijn administratie wel op orde heeft. Oh. Maar ja, daar kwam ze niet mee weg. Toen wist ik wel dat ze dat niet doen om alleen even de administratie te controleren. Hoe was dat? Want je ziet gewoon even voor je eigen ogen je vader meegenomen worden. Ik dacht echt shit. Je dacht, het is klaar. Dit is echt klaar, ja. Ja, dat deed wel echt pijn. Ook omdat hij me niet aan wou kijken. Oh, hij wilde je niet aankijken? Ik denk toch een stukje dat hij echt baalde dat dat gebeurde. Voor onze ogen ook. Schaamte misschien wel. Ja. Annalyn is niet het enige kind met een pa of ma in de baaiers. Naar schatting zijn er maar liefst 25.000 Nederlandse kinderen die hiermee te maken hebben. Veel achterblijvers schamen zich, worden soms ook als crimineel gezien en durven er hierdoor niet over te praten. Uit onderzoek blijkt dat kinderen van gedetineerde ouders meer kans hebben om het criminele pad te bewandelen. En belanden dan ook eerder, jawel, in de bak. Wat voor leven had je voordat je vader gearresteerd werd? Ik zat natuurlijk nog op school en in het weekend deed ik leuke dingen met vriendinnen. Dagjes weg, lekker lunchen, lekker eten. Terrasjes pakken, shoppen. Ja, kijk, het was niet dat we heel veel bijzondere dingen deden, maar gewoon ja. Wat ik lekker vind om te doen. En dat doe je nu niet meer? Ja, dat doe ik nu ook nog wel, maar niet in de mate waarin we het deden natuurlijk. Ik ga niet ieder weekend even shoppen of zo, gewoon omdat het kan. Toen wel. Ja, vind ik bijna erg om te zeggen. Van kaviaar naar gevangenisvoedsel. Pas 9 jaar na de arrestatie wordt de vader van Annalyn veroordeeld. Hij moet 2 jaar zitten in onder andere de streng beveiligde PI Vught. Jeetje, jouw vader zat gewoon hier binnen. Ja. Hoe is het om hier terug te zijn? Ik ben blij dat ik hier niet meer zo vaak kom. Ja. Hoe vaak kwam je hier? Ik probeerde iedere week, als het lukte met het bezoek. Kon niet altijd, maar als het kon, ging ik. En wat moest jij dan allemaal regelen terwijl hij gewoon hier binnen zat? Feestzaken, rekeningen die betaald moeten worden. Contact met de advocaat hield ik ook vaak, omdat hij niet altijd kon bellen. Dus dat nam ik dan over in hoeverre ik dat kon. Ja. Wat is bijvoorbeeld de grootste misopvatting? De stereotypes waar je mee te maken hebt? Ja, dat wij geen normen en waarden hebben of zo. Dat je tuig bent, dat je asociaal bent. Over jou? Niet per se over mij, wel over mijn vader. Maar wel bijvoorbeeld dat als ik met mijn vader om zou blijven gaan, dat mensen niet meer met mij geassocieerd zouden willen worden. Oh, echt? Oh, wow. Ja. Nou ja, ik vind het prima, mij ook niet bellen dan. Ik vond dat in het begin wel vervelend, maar ja, ik ben daar intussen wel overheen. Je bent er harder in geworden. Ja, je wordt daar harder in met de tijd. Maar je wordt er niet alleen harder van. Er zijn meer gevolgen. We zijn ons huis kwijtgeraakt. Mijn ouders zijn gescheiden. Ik heb een jaar studievertraging opgelopen en dat is ook eigenlijk heel stereotypisch. Omdat ze me zo zielig vonden dat ze dachten dat het beter voor me was als ik even rust zou nemen. Ja. Oh. Annalyns vader is inmiddels 3 maanden vrij. Ik kan hem ontmoeten, maar hij wil liever onherkenbaar in beeld. Hoe is het om als vader in de gevangenis te zitten? Voordat je er naartoe moet gaan, dat is spannend. De weken daarvoor ook, want het komt steeds dichterbij. Hè? Als je er eenmaal bent, dan denk je, nou ja, het valt ook maar mee. En hoe kijk jij erop terug, op die hele periode? Ja, de gevangenisperiode was natuurlijk heel vervelend. Je had geen geld. Zij was aan het werk, ging samenwonen. Dus voor mij was het persoonlijk in die cel met die mannen gewoon gezellig. Ik snap heus wel dat het voor thuis, ik zat natuurlijk ook niet zoveel geld meer. Want de geldkraan was dicht, de spaartegoeden waren weg.
Dus ze zat ook maar te kijken met een baantje en een uitkering. Door een nieuwe wet krijgt een gedetineerde alleen nog verlof als het bijdraagt aan de reïntegratie. Dat betekent niet naar buiten om je kind te zien, maar bijvoorbeeld wel voor een sollicitatiegesprek. Wat vindt Annelien eigenlijk van deze aangescherpte regels? Ik denk uiteindelijk dat het heel erg belangrijk is dat je op een goede manier reïntegreert. En dan helemaal als je voor een langere periode zit, op een gegeven moment ontvreem je wel een beetje gewoon van het normale leven. Ja. Weet je, en ook vooral als je jonge kinderen hebt, is het gewoon echt belangrijk dat je daar bij betrokken blijft. Bij het leven van je familie, van je gezin. Ho, wacht. Uit onderzoek blijkt ook dat een veroordeelde minder snel opnieuw een criminele daad begaat als kind en ouder elkaar vaker zien. Het gevoel van verantwoordelijkheid en het hebben van een voorbeeldfunctie wordt hierdoor groter. Ja. Weet je, kijk, ik snap, een straf is een straf. Maar ik vond hoe het nu was, vond ik eigenlijk prima. Weet je, je bouwt het gewoon op. Van geen verlof, naar één keer in de maand verlof, naar iedere week verlof. Ja, misschien kan het juist ook helend werken om even met je kinderen te spelen. Ja, natuurlijk werkt dat helend. Dan zie je ook weer waar je het voor doet, waarvoor je leeft. Waarom je je toekomst weer wil opbouwen. Kijk, en als je dat ook al afneemt, ja, dan wordt het heel moeilijk. Want iemand moet toch weer gaan werken en sociale contacten weer gaan opbouwen. Marleen kan hierover meepraten. Net als Annelien's vader zat hij van haar ook in de gevangenis, alleen dan in het buitenland. Ze wil hierover anoniem vertellen, omdat niet al haar vrienden dit verhaal kennen. Ben je tegen bepaalde stereotypes aangelopen als zijn het kind van een gedetineerde? Ja, vooral dus inderdaad als ik bel naar instanties, ja, dan werd ik daar wel op die manier zo gezien. Dan, je merkt meteen hoe iemand dan, op welke manier iemand tegen je praat. En dat ze gewoon minder meewegen, gewoon alsof je een asociaal ook bent of zo. En zijn dat dan alleen instanties of waren dat ook mensen in je omgeving? Ja, dan gaan natuurlijk altijd dingen rond. Mensen maken dingen erger dan het is. Wat zeiden ze dan? Ze noemden een ander delict dan dat het wel is, zeg maar. Of ze maakt het erger. Of dat hij een aantal jaren heeft gekregen, bijvoorbeeld. Of dingen die verzonnen zijn, ja. Heb je het gevoel dat je moet bewijzen op de een of andere manier? Dat je anders bent dan je vader? Ja, dat heb ik wel gehad, ja. Ja? Heel erg. Dat ik van, ik moet laten zien dat ik gewoon, net als aan mijn werk in de zorg bijvoorbeeld, dat ik dat doe, weet je wel. Dat ik mensen moet laten zien van, kijk, ik ben wel een goed mens. Ik ben normaal. Ja. Ja. Annelien en Marleen zijn geen vreemden van elkaar. Ze kennen elkaar van vrijwilligerswerk. Beiden zetten zich in om andere kinderen te helpen. Hé, jongens, wat zou er nou moeten gebeuren om kinderen van gedetineerden beter te begeleiden? Ik denk vooral het sowieso op de hoogte stellen dat er iemand is opgepakt of wat de mogelijkheden zijn. Is er hulp überhaupt of wat zijn de vervolgstappen, wat gaat er nu gebeuren? Ja. Vooral de informatie eigenlijk, denk ik, stap 1. Goeie. Wat ik ook wel denk is dat er moeite gedaan moet worden om ook een stukje bewustwording te creëren bij mensen. Wat ga je regelen op je werk, weet je, mensen in je omgeving gaan het weten. Dat zou er eigenlijk, die angst om dat te durven delen, zou er eigenlijk vanaf moeten. Ja. Ja, mensen die hebben meteen een mening klaarstaan of denken van, dat is zo iemand of heb je er familie van of daar heb je wel mee te maken, ja. En als je naar de feiten kijkt, hè, dan blijkt vaak dat kinderen van criminelen zelf ook het criminele pad op gaan. Ik denk dat ik wel een goede basis heb gehad vanuit huis. En het probleem ook vaak is als mensen dat niet hebben en zij voelen zich geen onderdeel van deze maatschappij. En zij zien eigenlijk, hè, wat de overheid en wat justitie met hun familie doet. Dan krijg je ook een beetje scheid eraan. Ik denk als je op jonge leeftijd al bepaalde dingen ziet, zoals een inval en een arrestatie en hoe ze dan, hè, met je familie omgaan en zo, dat de drempel voor jou misschien ook minder hoog is, omdat je denkt, ja, fuck the system. Fuck the system, inderdaad, ja. En hoe zet jij je nu eigenlijk in om, dus kinderen die hetzelfde hebben meegemaakt, dus jij het misschien wel nu meemaken, om ze daarbij te helpen? Ik heb dus een website gemaakt, www.nogmycrime.nl. Wat hoop je dat mensen eruit halen? Ik hoop dat het ze in ieder geval de informatie biedt, zodat het makkelijker voor ze is. En ik hoop ook dat ze kan motiveren en inspireren dat het niet het einde van de wereld is. Al voelt het misschien af en toe wel zo, want het voelt soms als een strijd die je niet gaat winnen. Voel je schaamte richting Annelien? Nou, ik denk niet dat dat nodig is. Want dat is niks om te schamen, weet je, want ik heb gewoon goede bedrijven gehad. Of wat fiscale problemen mee waren misschien. En
En als je kijkt naar het gezin, voel je dan berouw? Ja, dan wel. Spijt? Ik ben er fan van. Ja, goed. Misschien achteraf gezien had ik het misschien niet zo moeten doen. En alle mensen die over haar vinden dingen zeiden, die had ik wel bij de oren willen pakken. Oké, maar goed, ik was er niet. Dus hoe gaat dat gewoon? Stond er gewoon alleen voor. En wat klopt er van die stereotyperingen die er zijn van kinderen van gedetineerden? Ik denk niks. Niet per definitie. Iedereen heeft een bepaald karakter en vertoont bepaald gedrag. Maar dat is niet per se door te trekken in een hele bloedlijn, zeg maar. Nee. Dus nee, ik denk het eigenlijk niet. Net zoals alles en iedereen in het leven op verschillende vlakken. Als jouw vader een kaasboer is, betekent niet dat jij dat ook wil worden. Dat jij dat leuk vindt om te doen. Dus waarom zou ik wel heel graag crimineel willen zijn? Mooi gezegd. Ja. Mooi gezegd. Jeetje nou, het is toch minder zwart-wit dan ik aanvankelijk had gedacht, denk ik. En wat Annelien zei is natuurlijk ook waar. Je bent niet de dader van je ouders. Weet je wel? Het is niet dat je dan één op één zelf ook ineens een crimineel bent. Dat zijn echt twee verschillende, totaal verschillende mensen. Dus ik denk dat we allemaal gewoon ja, wat bewuster daarmee om moeten gaan. Voordat we iedereen zomaar over één kam scheren en ervan uitgaan dat de kinderen van gedetineerden net zo in elkaar zitten. Dat hoeft natuurlijk niet per se waar te zijn.